Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Ik hoop dat jullie een fantastisch verlengd weekend gehad hebben. Ik ben nog een beetje aan het bekomen van mijn trip naar Kroatië. Het was fantastisch geweldig weer en het verschil hier dan terug regen, regenachtig. Iets minder warm was echt wel weer een aanpassing. Dus laat de zomer maar komen met de warme temperatuur. We kunnen het allemaal wel wat gaan gebruiken. Nu, gisteren heb ik een dagje geskipt. Omdat ik dus veel meer downloads en informatie gekregen had. En veel meer gaande was in mijn eigen energie. Naar aanleiding van de trip naar Kroatië. En dat maakt dus dat ik vandaag pas die video maak rond de check-in van de mannelijke en vrouwelijke hier, waar dat we staan voor deze week, waar dat we tegenaan gaan. En ik voel heel veel zwaarte rond de mannelijke energie. Ik weet niet precies wat dat er aan de hand is, maar wat ik wel weet, astrologisch gezien, is dat dit niet de moment is om veel te veel waarde te hechten aan je gedachten. Want het zou wel eens kunnen zijn dat ze eigenlijk nog meer angsten gaan creëren, nog meer problemen gaan creëren, waar je eigenlijk net probeert antwoorden te gaan vinden voor de dingen waar je tegenaan loopt. Dus dat is één ding wat ik wil meegeven. Dus overdenk het niet, maak het niet ingewikkelder en gecompliceerder dan het is. En ik denk dat het voornamelijk ook dat stukje is waar dat nu de mannelijke energie heel hard tegenaan loopt. Gezien dat zij veel meer vanuit dat logische. Verstand van het logisch bedenken, van het kunnen grijpen, vastgrijpen, kunnen verklaren, gaan werken. Dus dat gezegd zijnde, laten we eens kijken of dat wat de kaarten hierover te zeggen hebben natuurlijk, wat dat de grootste uitdaging is nu deze week. Ik heb vandaag mijn stofzuiger niet opgezet, dus dan word ik daar in ieder geval niet door afgeleid. Wat is de uitdaging voor deze week voor de mannelijke energie? Oep. Ja, was er hier nog één? Wacht, hè. Ik dacht dat er twee omgedraaid waren, maar er is maar één blijkbaar omgedraaid. Nog twee kaarten, alsjeblieft. Nog één. Ja, ik kreeg maar één. En dan gaan we die dan straks verklaren. Maar degene dat ik eigenlijk kreeg is de Chariot. De chariot omgekeerd. Wat dat uiteindelijk betekent dat de mannelijke energie probeert succesvol te zijn. De mannelijke energie heeft het gevoel dat hij helemaal vastzit. En wat ik hoor is dat de mannelijke energie geprobeerd heeft om dingen te veranderen in zijn leven. Is daar naar zijn beleving, volgens zijn evaluatie niet in geslaagd, omdat hij nog niet. Volgens het timeframe, dus volgens het tijdslot, volgens het plan dat de mannelijke energie had bedacht, dat hij er nog niet is. En dat zorgt ervoor dat hij dit gevoel krijgt. Dus het gevoel van, zie, ik ben niet succesvol. Zie, het gaat me niet lukken. Zie, kijk, alles in mijn wereld is eigenlijk de bevestiging dat ik er totaal niet in slaag om te komen waar ik moet komen. Op welke manier kunnen we dat verklaren? Er was één die bijna besloot om eruit te komen. Ik gebruik nu de grote kaarten. Yes. Dus de reden waarom dat de mannelijke energie zich zo voelt, ja, is omdat hij eigenlijk dit wilt. Hij wilt. Dus deze was eerst gekomen. Nee, deze, sorry. Hij wilt die Ten of Cups. Hij wilt dat. Die emotionele vervulling in alles in zijn leven. Hij wilt dat succes. Hij wilt die diepe liefde. Hij wilt de meester zijn over zijn leven. Dus hij wilt al zijn bekers gevuld worden. En een overspoed van watervallen die over zich heen komen. En dat doet mij nu heel hard denken ook aan mijn trip en de reden van mijn trip naar Kroatië. Want daar zijn er ook heel veel watervallen die verbonden zijn met de vrouwelijke energie. En dus wat is er daar gebeurd? We hebben daar een aantal downloads gedaan. En een aantal zaken ook gegrond, waardoor dat de healing en de vrouwelijke energie, die in mijn lichaam en een aantal van andere mensen zaten,
doorgegeven werden aan het water daar in Kroatië. En zoals hij weet, water over de aarde is overal verbonden, zodanig dat die energie en die healing ook kan verspreiden over de ganse aarde. En dat is wat dan nu ook een stukje effect geeft op de mannelijke energie. Die mannelijke energie wil die verbinding maken met de vrouwelijke energie. Maar hij denkt dat hij eerst moet succesvol zijn en in zijn leven, alles aan zijn leven toont dat eigenlijk dat hij alles behalve succesvol is. Want hij is nog niet bij zijn Divine Feminine. Hij is nog niet verbonden met zijn emoties. Hij is nog niet die Ten of Cups. En dat maakt dat hij dus vast zit. Dat hij dus niet goed weet. Want dit is wat hij wil. Hij wil dus die alchemie en die Ten of Cups met zijn vrouwelijke energie. Hij wil die meester worden. Hij wil dat alles in zijn leven gaat stromen. Hij wil dat die passie, dat hij voelt, dat dat eigenlijk de fuel wordt voor de rest van zijn leven. En op een of andere manier slaagt hij erin. Want dat is hetgeen dat hij doet. Dat is de challenge, dat is de uitdaging. Dus doorheen de illusies van het 3D kijken, en dat is ook hetgeen wat astrologisch gezien ook gestuurd werd en gezegd wordt. Hou niet vast aan de dingen die je nu in de fysieke wereld en de realiteit ziet, want niets is zoals dat het lijkt. Dus de masculine, ja, die sowieso eigenlijk zijn realiteit, zijn logische verstand gebruikt om dingen te gaan verklaren, om zijn wereld beheersbaar te houden, die voelt nu dit. Damn, ik ben niet succesvol. Ik heb nog niet het geld dat ik dacht dat ik nodig had om dat of dat of dat te kunnen doen. Ik heb nog geen keuzes gemaakt. Ik zit nog altijd in die relatie. Ik zit nog altijd op dat werk of wat dat ook maar is. En de reden, dus heel dat stuk van dat hij niet voelt dat hij zich, dat hij er nog niet is, dat hij niet succesvol is, dat hij niet geslaagd is, dat hij eigenlijk gefaald is, dat is het stukje die eruit komt, dat maakt hem in deze positie te gaan zitten. Maar ik heb echt problemen met mijn camera vandaag, ik weet niet waar ik hem houden. En dus, hij gaat gaan treuren over al die bekers dat hij verloren is. En hij ziet maar één beker, of dan nog zelfs. Eigenlijk ziet hij niks, ziet hij dan niks. Hij kijkt naar boven, hè. En dan zie je hier die dolfijn. Oh my god, dus de dolfijn. Ik heb dus mijn camera gedraaid, waardoor dat voor mij even in mijn mind iets moeilijker is. Maar dat voor jou dus jullie beter is om te zien. Dus maar wat ziet ze? Ze ziet dus niet, ze kijkt dus naar boven, maar ze ziet dus niet dat de dolfijn, maar dat de dolfijn verbonden is met de hogere zelf. Die toont de weg vooruit, die toont die beker. En dat is hetgeen wat ze niet ziet, want ze treurt aan die andere die erachter staat. Maar ook dat ziet ze niet, dat ze eigenlijk wel nog recht staan, dat ze er nog zijn. En dat is het stuk van dat de mannelijke energie op dit moment niet moet of mag focussen eigenlijk op de realiteit, maar naar binnen moet gaan. En daarom heeft zij ook haar handen op haar hart. Je moet naar binnen gaan, moet verbinding maken met zichzelf, moet verbinding maken met dat zijn diepste emoties zijn, moet verbinding maken met zijn passie. En dan gaat hij in staat zijn om wel succesvol te zijn. Of toch tenminste succesvol te voelen. En dat gaat hem dan ook helpen om die controle weer te krijgen over zijn emoties. En dus een meester te worden van zijn emoties. Door die verbinding met zijn emoties te maken, wat hier dus natuurlijk de oceaan of het water is. Maar dus tegelijkertijd ook die verbinding te herstellen met zijn hogere. En je ziet ook die weerspiegeling hier van de twee ogen. My god, ik ken echt een man dat gewoon. Maar dat is met die twee ogen. Maar dat dus betekent zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Dus alles in je realiteit is een magische weerspiegeling. Maar op dit moment, door de planeet staan, en zeker nog naarmate dat we meer naar juni ingaan, laten we zeggen het half juli, ik denk als ik het goed voor heb, 16 juni, dan komt de planeet Mars, de Mars van vooruitgang, van stappen nemen, van blablabla, komt in een bepaalde conjunctie met de planeet van schaduw, Chiron, gewoon de healer. En dat maakte dat we nu naar de aanloop daarvan al die dingen naar boven komen. Diepe emoties, oude emoties, oude herinneringen, al die zaken komen naar boven. Maar niet om het aan te nemen als van dit is mijn waarheid, maar wel om aan te kijken en om te zien, nee, ik moet mij echt excuseren, ik ben echt vandaag niet goed in mijn camerawerk. Het gaat over de boodschap, ja. Om dus meer vanuit die emoties te verbinden en van daaruit dan te gevoelen en te weten wat eigenlijk echt de echte waarheid is. Wat is realiteit? Ga je jouw emoties en je gevoelens volgen, wat een tweelingvlam en zielsconnecties eigenlijk de enige weg vooruit is? Of ga je vertrouwen en ervan uitgaan dat de dingen die je ziet, dat dat jouw waarheid is? Wat is de kracht van de mannelijke energie? Oh.
Sorry, ik was bijna laten vallen. Wat is de kracht van de mannelijke energie? Wat is de kracht van de mannelijke energie? Ik ben heel tot aan het denken aan de vrouwelijke energie. Dus sowieso is de kracht van de mannelijke energie zijn vrouwelijke energie, maar ook de partner, dus de vrouwelijke energie en de connectie. En we krijgen hier een powerful move. Kijk. Zijn kracht ligt in het feit dat waar dat hij anders een hele krachtige stap vooruit gaat zetten, dat hij dat nu op dit moment eigenlijk niet doet. En dat is oké. Soms is stilte en niks doen, gewoon zijn, het meest krachtigste wat je kan doen. En dat is ook weer iets typisch vrouwelijke energie. Dus de kracht van de Divine Masculine in dit punt om te gaan met de challenge van het feit dat de realiteit hem weerspiegelt dat hij niet succesvol is zoals hij gedacht had, dat zijn plannen dat hij bedacht had, dat hij niet is of niet werkt of niet het resultaat geeft wat hij geeft. De kracht hier is nu om stil te zijn. Om naar binnen te gaan. Dat is wat we ook hier in deze kaart gezien hebben. Om naar binnen te gaan. Om die verbinding te maken met zijn eigen vrouwelijke energie. Of, in sommige gevallen, ook met de vrouwelijke energie en de connectie. En van daaruit had hij dat stappen kunnen zetten. Gaat hij weer vooruit kunnen. En als je goed kijkt, zie je hier ook een koning en een koningin. Zoals in het schaakspel. En ik ben eens aan het kijken wie er nu was. Ja. Als je het gewoon recht houdt, dan staat de koning van boven en de koningin van onder. Maar het is omgekeerd. Dus ook hier weer, op dit moment is de vrouwelijke energie die leidt. Is de vrouwelijke energie die eerst dus komt. En dan pas gaat die mannelijke energie weer verder kunnen. Het doet mij ook denken aan de Hanged Man in de tarot. Dat is eigenlijk ook een beetje dat principe. Dus de mannelijke energie wordt in dit punt nu gevraagd om achteruit te gaan zitten, om het stuur aan de vrouwelijke energie te geven en om dus van daaruit, om vanuit zijn emoties, dan wanneer dat hij daartoe het signaal krijgt van het universum, om dan stappen te zetten. Maar ik voel niet dat het deze week gaat zijn, maar eerder na 666 gaat zijn. 666, dus 6 juni 2022, dat is eigenlijk 666. Dat is een portaal. Een heel belangrijk energetisch portaal, wat eigenlijk het einde van de donkere periode, het einde van donkerheid, het einde van oude cyclussen inleidt. Niet alleen in jezelf, maar zeker ook globaal. En dus is het belangrijk om meer en meer ook te gaan focussen van wat voel ik van binnen. En dat is hetgeen wat nu die mannelijke energie vraagt wordt. De vrouwelijke energie is geheeld. In het collectief en bij heel veel mensen die worden dan meer en meer in staat om daar verbinding mee te maken. De mannelijke energie loopt er nog een aantal stapjes achterna en leert nu om vanuit die geheelde vrouwelijke energie ook zijn mannelijke energie veel meer nog te gaan helen en op een positieve, gezonde, constructieve manier, is hetgeen wat ik hoor, constructieve manier te gaan gebruiken. Want dat betekent nu dus dat je eventjes die periode, die stilte, die het afgeven van het stuur, van controle, mag overlaten aan de vrouwelijke energie. En dan, daar zit ook dan weer de kracht in. Want dan gaat hij ook veel beter voelen wie dat hij zelf is. Gaat hij veel beter ook voelen, zonder afleiding van buitenaf, wat het betekent om zijn authentieke zelf te zijn. Wat het betekent om vanuit zijn eigen zuivere energie de wereld tegemoet te treden, zonder die energie van buitenaf. Je ziet hier zo heel wat 3 of meer personen. En dus door veel meer naar binnen te gaan, gaat hij ook de kans krijgen om echt die verbinding met zichzelf te gaan herstellen. Om echt vanuit wat hij voelt, diep van binnen, om van daaruit ook actie te nemen. Maar nu opnieuw is niet de moment om actie te nemen. Ook niet voor jou als vrouwelijke energie, want dat is net hetzelfde als voor jou als jij als persoon zelf, dat jij ook deze week eventjes vertraagd, eventjes naar binnen gaat, kijkt wat er allemaal nog is in jouw leven, waar je nog niet helemaal tevreden over bent, waar dat nog niet in balans is, waar dat nog vooruit kan komen, waar dat nog meer liefde en licht toe laten mag worden, om dan weer vooruit te gaan.
Wacht, hè. Klaar. Dan hebben we de twee kaarten van deze. En die zijn. Ja. Neemt je dan deze wat erbij zetten. Dus wat krijg ik? Oh, dus omgekeerd. Ik ga dan eventjes in. Oké, ja, weet ik. Ik ga eventjes in doen, maar ondertussen vertellen ze mij wat de betekenis is. En de andere is: wees dienstbaar, ook al ben je nerveus. En dat is voornamelijk voor een belangrijke voor de mannelijke energie. Omdat uiteindelijk de mannelijke energie is eigenlijk de structuur voor de vrouwelijke energie. Zowel voor in jezelf, maar ook in de connectie. En de mannelijke energie is eigenlijk altijd dienstbaar naar de vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie heeft, hoe dat je het ook wilt, de leiding. Omdat het vanuit die afstemming met de ziel komt. En dat is hetgeen waarom dat we dit zo krijgen. De mannelijke en de vrouwelijke energie is sowieso verbonden met je ouders. Met hoe dat je de eerste keer toen je hier op aarde kwam, in deze incarnatie, de mannelijke en de vrouwelijke energie hebt ervaren. Dus naarmate dat we en meer mensen die voorouderlijke patronen helen, aankijken, uitzuiveren, zal het mogelijk zijn om de mannelijke en de vrouwelijke energieën in onszelf te genezen. En daarom komt deze kaart ondersteboven als ouders er ook uit. Niet in de zin van dat de mannelijke energie nog bezig is met die voorouderlijke, met stukken rond moeder en vader. In sommige gevallen gaat dat wel zo zijn, maar dat is dus geen collectief thema op dit moment. Maar wat dat wel het stuk is, is dat zeker in combinatie met wees dienstbaar kaart, dat de mannelijke energie dus echt leert deze week om samen te werken met die vrouwelijke energie. Om uiteindelijk in die missie te stappen. Om uiteindelijk niet alleen in zichzelf nog meer die eenheid te creëren, maar ook die eenheid en de connectie. En van daaruit dan stappen te zetten de wederwereld in. Als het ware. Wat hebben we nog? Wat kunnen we nog geven, zeggen, delen? Ik ga vandaag twee video's maken, dus zodanig dat mannelijke en vrouwelijke energie apart is, omdat het misschien iets overzichtelijker en duidelijker is. En dan kan je kijken of je geleid wordt om één of allebei te gaan bekijken. En echt, kijk. Dus wat zijn we naartoe aan het gaan? Is Eternal Union. New Love is forming. En dat is hetgeen we dat ook. Kijk, hoe dat je het ook hier ziet. De vrouw, hoe dat zij haar hand legt op het hart van de mannelijke energie. En dus daarom is ook de vrouwelijke energie de kracht op dit moment, deze week, voor die mannelijke energie. Omdat net dat samenkomen, dat samensmelten, die union, een union die er altijd geweest is, maar dat we eigenlijk ons niet bewust over waren, dat gaat nu veel meer in balans komen. Dus deze week, naar aanleiding van de downloads die er geweest zijn, naar aanleiding van het healing werk dat we ook gedaan, niet alleen ik, maar ook nog anderen, wordt de mannelijke energie veel meer de kansen gegeven, de mogelijkheid gegeven, de ruimte gegeven om die eenheid in zichzelf te creëren en dus ook die eenheid in die union, in die connectie met de vrouwelijke energie. En dat zal ervoor zorgen dat er nog meer en meer unions ook gaan samenkomen in het fysieke, tussen nu en 2024. Want het is belangrijk. Het is gewoon belangrijk dat we met zoveel mogelijk mensen energieën gaan bundelen en koppelen. En om af te sluiten wil ik nog een kaartje meegeven, dus wat ik altijd doe rond de energie waarmee ik kan werken. En dan gaan we eens kijken of er nog iets is dat we mogen meegeven, nog doorgeven, nog channelen, wat het ook maar is dat komt. Wat is de advies? Wat zijn de energieën waar dat de mannelijke energie kan werken deze week? Oké. Oké, één bleef stikken, maar ik moet hem wel uitgaan. Oké, Raziel. Ja, ik snap het. Dus één kaart, maar je bleef zowat hangen tussen kaarten, maar ik voelde dat ik hem wel moest uitgaan. Dat is Raziel. En zoals ik kan zien is Dreams. Ik zie hier ook iemand die echt in zijn slaap. Maar waarom? Omdat de mannelijke energie deze week zich misschien ook extra vermoeid gaat voelen. En dat is hetgeen dat ik daarnet ook voelde. Waarom? Omdat hij s'nachts, terwijl dat hij slaapt, of zelfs terwijl dat hij aan het rusten is, of naar tv aan het kijken is, maar dus echt niet echt in zijn dagbewustzijn aanwezig is, dat hij downloads krijgt vanuit zijn vrouwelijke energie, vanuit het hogere, vanuit in combinatie dus in samenwerking met Aartsengel Raziel, gaat hij in zijn droombewustzijn, in zijn dromen, terwijl hij slaapt, downloads krijgen, informatie ontvangen. Die gaan er niet altijd mee bewust van zijn, maar dat hoeft ook niet. Omdat het onbewuste dat oppikt, de ziel weet het en van daaruit gaan er ook dingen veranderen in het fysieke dan uiteindelijk. En daarom kregen we ook de andere kaart met Aartsengel Sandal van. En dat is Planetary Cycles. En nogmaals een bevestiging dat we perfect op schema zitten.
Dat je dus inderdaad als gouden, als mannelijke energie ook met de gouden energie mag samenwerken, dus deze hierin. Als ook met deze energie mag je ook samenwerken. Ik zeg bewust geen kleuren omdat die voor iedereen anders gaat zijn. Dus het eerste dat nu in je opkomt als je daarnaar kijkt, dat is de kleur waarmee je mag samenwerken. Maar dus, dat is eigenlijk de laatste wrap-up, de laatste schoonmaak, dus de laatste reiniging naar het portaal van 666, dus 6 juni nu aanstaande. En nog meer nog naar de Leeuwpoort, dus 888. 888 is eigenlijk 886, maar 888. Oké, ja, dus niet 888, maar 888, nu niet deze Leeuwpoort, maar dus 888. Dus als je rekent, wat moet dat dan zijn? 8 augustus 2024, dus tussen nu, dus nu juni en 8 augustus 2024, ga je zien dat veel meer dingen gaan verschuiven, veel meer dingen gaan beëindigd worden en dat is allemaal afhankelijk van waar dat je als ziel in jouw eigen energie staat. Zo, ik hoop dat je heel wat informatie ook weer hebt mogen ontvangen, zeker voor jezelf ook van kijk wat dat je in je eigen mannelijke energie stukken kan gaan veranderen, stukken gaan aanpassen, maar ook hier gaat weer naar binnen. Dus deze week staat een teken van naar binnen gaan. Ik ga zo dadelijk de vrouwelijke energie doen, dus ben ik eigenlijk wel benieuwd wat dat daar naar boven zal komen. Dus kijk zeker naar die video om te zien hoe, op welke manier dat die weer samenkomen. Wat wil ik verder nog geven? Geef gerust ja. Een like en subscribe. Dus abonneer je ook op het kanaal als je wilt op de hoogte blijven van wanneer ik nieuwe video's upload. Want ik ben daar niet consequent in die zin dat ik doe het elke maandag, elke woensdag of wat dan ook. Ik laat me leiden door mijn team en wat dat er nodig is. Dat is één. Twee, als je wilt omringd worden met mensen die doorheen dezelfde transformaties gaan, doorheen dezelfde processen gaan. Weet dan dat er verschillende mogelijkheden zijn om via mij samen te werken en ook te verbinden met anderen. Kijk daarvoor gerust naar de website, dus op de linkjes hieronder. Als je voelt dat je één-op-één begeleiding nodig hebt, dat kan ook natuurlijk. Maar daar ben ik natuurlijk hier beperkt in tijd en in de ruimte, omdat ik ook, natuurlijk ook maar 4 dagen, 4 armen. Een week heb en 24 uur. Dus vandaar 4, 24 uur. Nu, je weet wat ik wil zeggen. Op welke manier dat je ook wel met mij wil samenwerken. Er zijn ook online trainingen dat je helemaal zelfstandig kan doen. Dus ook daar, ik zou zeggen, volg je gevoel, volg de leiding die je krijgt van jouw team en dan zit je altijd goed. Zo, dat was het voor nu. Heb je vragen? Stuur mij een mailtje of zet een comment onder de video en dan ga ik zeker antwoorden. Tot in de volgende!